Ik heb maar één hand, hou je mond. Nee. Je hebt je kind dat uit school komt en vertelt aan de etenstafel hoe het op school was, hoe gezellig het was. En je hebt een kind dat op het moment dat ze online gaan, totaal andere dingen gaan doen. En misschien ook wel gevaarlijke dingen gaan doen. Ja, wat gebeurt er online allemaal? Waar komen ze mee in contact? Wat voor invloed heeft social media, internet op het gedrag van mijn kind? Waar ze wel uren per dag dus op zitten. Ik was toen 15 toen ik dat deed. We hadden zo'n filmpje op YouTube gezien dat ze drie jongens dat deden. Toen wilden we dat ook een keer proberen, omdat het toch raarder uitziet als je bewusteloos gaat. Want ik zocht altijd meer de grens op en hij doet het één keer en het gaat gelijk. Ik denk nog steeds dat het de eerste keer is dat hij het echt geprobeerd heeft. Omdat hij denk ik niet heeft kunnen inschatten wat het met zijn lichaam deed. Of dat hij in één keer weg zou kunnen zijn binnen een paar seconden. De 16-jarige Tim Reinders kwam vorige maand om het leven tijdens een choking challenge. Een wurgspelletje waarbij je bewust zuurstof afknijpt om in een roes te raken. Je ziet alleen filmpjes dat het goed gaat natuurlijk. En dan denk je van ja, waarom zou het bij mij dan wel fout gaan? Nou, dat het dus gevaarlijk is. Dat je dus een hersenbeschadiging op kan lopen of dat je eraan kan overlijden. Ze beseffen het niet. Praat er maar niet over, dan weten de jongeren het ook niet. Maar ik denk dat is struisvogelpolitiek, want de jongeren weten veel meer dan wij. En ik denk dat het gewoon een gemiste kans is. Want je kunt slachtoffers voorkomen door er juist wel over te praten. Wij hadden het graag willen weten. Wij hadden het misschien kunnen voorkomen dat Tim was overleden daardoor.